En president Chandrika Prasad Santokhi heeft veel geloof dat investeerders en ondernemers uit de Verenigde Staten van Amerika zullen reageren op de kansen welke Suriname biedt om door te blijven investeren in ons land. Het staatshoofd kijkt uit naar een sterkere band tussen de twee landen. Dit zei de president zaterdag tijdens een onderhoud tussen een regeringsdelegatie en vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassade in verband met de 45-jarige samenwerking tussen de twee naties. I hope that the United States entrepreneurs and investors will recognize and act on the vast opportunities Suriname is offered. Now it is the time to invest in Suriname, establish partnership with Surinamese companies, and to build a strong foothold in this beautiful country. Additionally, Ambassador, upscaling of our partnership in agriculture, infrastructure, tourism, and green energy are key elements of restoring the economy of Suriname. I express my commitment as president to ensure that Suriname, on our part, will continue to take the steps that facilitate and provide the relevant conditions for investors and entrepreneurs. Creating an equal playing field and transparency are the critical importance to my government. Santokhi zegt verder dat de samenwerking op het gebied van investeringen in de private sector vooral voordelig op de Surinaamse economie zal werken. De president stelt dat eerdere samenwerkingen op het gebied van vooral de mijnbouwsector hun nut hebben bewezen. Ook op politiek, economisch en militair vlak heeft Suriname veel kunnen leren van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Karen Williams, zegt dat er veel in de planning zit vanuit de Amerikaanse autoriteiten. Vooral op het gebied van kennisuitwisseling aangaande het onderwijs, de defensieapparaten en economisch vlak belooft de diplomaat dat er veel verwacht mag worden.